Welkom. We gaan het vandaag hebben over de celcyclus en mitose en mitotische index. Binas 76a, dus pak je binas erbij en kijk even mee. Dit is de celcyclus. Iedere cel die doorloopt een aantal stadia in zijn leven, het leven van de cel. Na de M-fase is die cel gesplitst, moedercel gesplitst in twee dochtercellen en die twee dochtercellen die gaan eerst groeien. En de G1-fase is een groeifase waarin de cel in grootte toeneemt en meer organellen komen. Dan komt die cel in de S-fase. In de S-fase zie je, daar wordt DNA gemaakt, gerepliceerd en wordt verdubbeld. De hoeveelheid DNA neemt dus toe. Die verdubbelt in de S-fase. Komen we in de volgende groeifase, de G2-fase. Die cel groeit verder uit tot een volwassen cel. Heeft natuurlijk in deze tijd twee keer zoveel DNA in zich. En gaat hier weer delen in de mitose of als het geslachtscellen zijn de meiose. PMAT, profase, metafase, anafase en telofase. De vier deelstappen van mitose. En daarna is die moedercel weer gesplitst in twee dochtercellen. Je ziet hier een soort van zijstap, de G0-fase. Die cel die kan tijdens de G1-fase op pauze worden gezet. Dat heet dan de G0-fase. Wat je verder ziet is dat er tussen die stappen staan een checkpoints. Die cel die gaat niet van de G1 bijvoorbeeld naar de S-fase. Als daar niet gekeken wordt of die cel wel compleet gegroeid is. Zo ook met van de S-fase naar de G2-fase. Die cel die gaat niet van de S-fase naar de G2-fase. Als dat DNA niet helemaal goed gerepliceerd is, verdubbeld is. Dus dat wordt allemaal gecheckt. Er zijn allerlei ingewikkelde mechanismen voor. Daar gaan we verder niet op in. Maar het is wel belangrijk om te weten dat die checkpoints er zijn. In het geval met kanker, ongecontroleerde celdeling, daar is er dus iets mis met die checkpoints. Ja, die checkpoints functioneren niet, of die functioneren niet goed genoeg. En dan loopt die cel dus van de ene naar de andere fase zonder dat die goed gecheckt wordt of alles in orde is. En dat is dus een groot probleem en dat leidt dus tot een tumor, tot ongecontroleerde celdeling. De mitotische index, dat is een index. Als je een aantal cellen hebt, zeg je hebt 100 cellen en dan ga je tellen hoeveel van die cellen zitten in de mitosefase. En dat kan je zien, want dan zijn hun chromosomen zichtbaar. Dat getal, dus van de 100 zeg 10, ja 10 cellen zitten in de mitosefase. Dan zou je dit figuur zou je precies passend kunnen maken. Dan is dit stuk taart is 1/10 van de gehele taart. En dus moet deze hoek moet 36 graden zijn, 1/10 van 360. Die mitotische index die wordt gebruikt om te kijken of cellen in een kanker zitten of in een tumor zitten. Want die mitotische index, dat cijfer, dat zegt dus iets over de staat van deling van het weefsel. Goed, Binas 76a, mitose, meiose wordt daar besproken en de celcyclus. Kijk er nog eens naar en veel succes.